Vandaag, hoe installeer ik en gebruik ik de CM-app met VoiceOver? Welkom, fijn dat jullie weer afstemmen op dit kanaal. Vandaag ga ik samen met jullie eventjes de CM-app bekijken. Die zou deels, zoals op de website je instaat, moeten stellen om bijvoorbeeld klevertjes te bestellen, documenten te raadplegen, je dossier te raadplegen en dergelijke meer. Ik zelf heb ze nog niet gebruikt, dus ik ga net zoals jullie door alles doorgaan en kijken of ze goed toegankelijk is door VoiceOver. Vond je dit op het einde nu een leuke video? Vergeet hem dan zeker niet eventjes te liken, duimpje omhoog dus. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt en duw op het belletje als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's. Dan gaan we van start met de CM-app. Mijn CMAMC. Mijn CMAMC. Privacyverklaring CM. Als we de app opdoen, hebben we de privacyverklaring. Die gaan we natuurlijk niet helemaal lezen. Dus we gaan niet van boven links starten, zoals normaal. Maar we gaan beneden starten. Ga verder. Knop. Naar ga verder. Nee. Nu staat hij duidelijk op een knopje nee. Ik denk niet dat het met de privacyverklaring te maken heeft, dus we gaan nu wel linksboven beginnen. Alle mijn kant. Ja, voilà, zie je wel. Vraagteken, diagram, kunst. Heb je alle mijn CM-kant waarmee je aanmeldt op de CM-website? Dat heb ik. Illustraties. Afbeelding. Ja, knop. Ja. Ja, zo gaat. Vul je wachtwoord in. Beveiligd tekstveld. Vereist. Gaan we daarop klikken natuurlijk. Dan moeten we onze gegevens invullen. E-mailadres. Gaan we aanmelden. En dan gaan we terug linksboven beginnen. Afbeelding. Pincode. Stel een pincode in om de volgende keer vlotter aan te melden. Moeten we een pincode invoeren? Maar... Pincode instellen. Knop. Doe dit later. Doe dit later. We kunnen dat ook later doen, maar we zullen het misschien maar ineens pincode instellen. Doen. Knop. Pincode instellen. Pincode instellen. Knop. 8. Geef je pincode in. 1. Prikje. 4, 7, 2, 5, 8. Dat wordt een beetje raar voorgelezen. 3, kunst, 6, 9, optische afbeelding. Afbeelding, right. Ik weet ook niet hoeveel cijfers ze moet hebben. Dus we zullen er maar 1 invoeren. Hè. 2. 3, kunst, 6, 5, frame. 0, 8, 2, 5, frame. Misschien moeten we toch dubbel tikken, ik weet Geef het niet. Geef je pincode in. 1, prikje. Ja, het zijn er 4 klaarblijkelijk, want hij tikt hier 4 keer. Voor hij aan de 1 is, dus we gaan... 5, 2, 5, 2. 2, 6. 6, 8. 8, 5, frame, 5. Herhaal pincode. Ja, dus je moet toch gaan dubbeltikken, ook al staat dat niet standaard ingesteld. Het zijn inderdaad 4 cijfers, want nu moeten we ze gaan herhalen. 2, 2, 3, kunst, 6. 6, 8. 8, 5, frame. Stel in. Afbeelding. Vingerafdruk of gezichtsherkenning. Ah, dat vind ik altijd wel interessanter. Wil je vingerafdruk of gezichtsherkenning instellen om de volgende keer vlotter aan te melden? Stel in. Knop. Dan gaan we dat Stel doen. In. Attentie. Wil je toestaan dat mijn CMAMC biosiofaciaal weiger? Oké. Okay. Knop. Attentie. VCD. Geauthenticeerd via VCD. De nummer. 2 van 3 divisie streepjes. Status balk onderdeel. Mijn CMAMC. Afbeelding. 15. Mijn CM. Afbeelding. Welkom. Ken de nummer. Afbeelding. Bekijk je terugbetalingen. Dus je kunt de terugbetalingen gaan bekijken. Afbeelding. Ik heb een vraag. Een vraag stellen. Persoon. Bekijk je profiel. Afbeelding. Vraag gele klevers aan. Voilà, een vraag gele klevertjes aan. Afbeelding. Vraag een CM-voordeel aan. Vraag een CM-voordeel aan. Afbeelding. Bekijk je vervangingsinkomen. Afbeelding. Start. Afbeelding. Betalingen. Afbeelding. Contact. Afbeelding. Meer. Meer. Eens kijken wat er onder meer zit. Aanvragen. Afbeelding. Gele klevers. Afbeelding. CM-voordeel. Instellingen. Afbeelding. Taalkeuze. Afbeelding. Aanmeldingsopties. Afbeelding. Toestellingen. Ken de nulder. Afbeelding. Profiel. Afbeelding. Afmelden. Afbeelding. Start. Afbeelding. Okay. Betalingen. Afbeelding. Contact. Aanvragen. Afbeelding. Ja, een keer. Gele klevers. Gele klevers aanvragen, want die moet ik toch nog aanvragen. Dan gaan we eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Afbeelding. Gele klevers aanvragen. Kies voor wie je gele klevers wil aanvragen. Afbeelding. In de buit.
Afbeelding. Kenny de Mulder. Kenny de Mulder. Hier staan al mijn gezinsleden. Afbeelding. Gerrit Leverts aanvragen. Kies voor wie. Afbeelding. In de buit. Afbeelding. Kenny de Mulder. Afbeelding. Lise de Mulder. Afbeelding. Groep de Mulder. Vraag aan. Knop. Vraag aan. Ben je zeker dat je Gerrit Leverts wilt aanvragen voor? De Mulder Kenny. Vraagteken. Domino. Vraag Gerrit Leverts aan. Knop. Voilà. Afbeelding. Geen dashboard, geen dashboard. Je kan deze binnen 7 dagen verwachten. De bevestiging voor wie we ze precies moeten aanvragen. Dat moet je dan nog eens bevestigen. Vind ik op zich wel goed. Sluiten. Knop. Je kan deze binnen 7 dagen verwachten. Voilà. Sluiten. Knop. Ik heb een vraag. Afbeelding. Bekijk je profiel. Afbeelding. Vraag Gerrit Leverts aan. Afbeelding. Vraag een CM-voordeel aan. Kunnen eens kijken bij... Via deze weg kun je een terugbetaling krijgen voor de extra voordelen die CM aanbiedt. Je maakt via de app een foto van je attest, je factuur of aanvraagformulier en wijkbetaling zo snel mogelijk uit. De briefjes van de dokter, die stok je nog steeds in de CM-brievenbus. Code item 1, code item 2, code item 3. Daar kan je dus inderdaad een aanvraag gaan doen voor een terugbetaling. Bijvoorbeeld van als je kind op vakantie geweest is of op kamp geweest. Daar krijg je in principe terugbetalingen voor. Er zullen nog zowel zaken zijn, die kan je dan daar inderdaad gaan inscannen. Dan moet je niet alles liggen opsturen. Doktersattesten, ik denk dat dat belangrijk is dat die inderdaad nog naar de bus gaan. Dat zal binnen afzienbare tijd ook wel elektronisch gebeuren. Er zijn zelfs al instanties die het dadelijk doen, bijvoorbeeld tandartsen. Mijn tandarts die geeft zelfs geen rekening meer mee, dus je betaalt... Je krijgt op zich wel je betalingsgegevens nog mee, maar je krijgt geen papiertje meer mee voor het ziekenfonds. Ze doen alles rechtstreeks en dat staat eigenlijk redelijk snel terug op die rekening. Dus de CM-app in het kort, ze is dus klaarblijkelijk wel goed doenbaar met voice-over, buiten dan soms de uitleg die niet helemaal doorkomt van de codes bijvoorbeeld, dat het niet leest dat het een invoerveld is, dat je ook tweemaal moet duwen, maar dat is in sommige bankapps is dat ook, dat je niet per ongeluk of te snel een cijfertje loslaat bij het typen. Maar dit is dus de CM-app van iOS. Vond je dit leuk? Laat het me dan zeker weten en graag tot de volgende keer.